Hallo allemaal, hartelijk welkom bij weer een video over de Arthur Laser Master 2 15 watt laser engraver. In de voorliggende video's die ik heb gemaakt, maar ook in de video's die je op het internet kunt vinden, kun je zien dat je tal van materialen kunt gebruiken om te lasergraveren. Waar ik begonnen ben met heel dun hout, timmerhout van 3 mm dik, heb ik gisteren ook al een power scale, dus een zo'n afdruk gemaakt waaraan je kunt vaststellen met welke snelheid en met hoeveel percentage motorvermogen je met die laser wilt laseren, gemaakt voor MDF. Vandaag heb ik er eentje gemaakt voor leisteen en ik heb dat gelijk omgezet naar 3 leisteen onderzetters. Er zijn natuurlijk nog veel meer materialen mogelijk. Zo zal ik morgen bijvoorbeeld gaan beginnen met het laseren op canvas. Dus simpelweg op zo'n schilders canvas, wat je bij de Action kunt kopen of bij de Xenos, geloof ik. Maar bij veel meer zaken, en eigenlijk kost dat eigenlijk heel weinig. Daarbij zullen we morgen zien dat het wel belangrijk is dat je dan eerst de zaak schildert. Daarom dat ik ook weet dat ik het morgen doe, want ik heb het vandaag geschilderd. Dus vandaar dat ik dat dan ga doen. Gisteren ben ik een hele dag bezig geweest met dat 3 mm hout om te kijken of ik daar een afbeelding goed op gelezen krijg. Nou, dat wil me nog niet helemaal lukken, maar goed, het is natuurlijk een leerproces, dus ik moet daar nog wel eventjes een poosje mee door. Maar wat ik wel heb voor je, en dat zijn dus die leistenen onderzetters. Nou heb ik die gemaakt in 3 manieren, want je hebt eigenlijk 3 methodes om dat te doen. Je kunt gewoon het pure leisteen gebruiken. Dit zijn overigens onderzetters van de Action. 4 stuks, €1,22. Ja, ik kan het er niet voor laten. Ik ben allemaal werkeloos, maar ik kan het er niet voor laten. Dus de eerste die we gaan laten zien is onbehandelde leisteen. Bij de tweede hebben we eerst... Hebben we eerst gelaserd. Daarna met transparante lak eroverheen. En de derde eigenlijk omgedraaid. Daar hebben we eerst transparante lak gedaan. Daarna gelaserd. Dat stinkt wel een beetje, omdat die transparante lak weggebrand wordt. Maar ik ga de resultaten laten zien. Ik ga de camera draaien en dan kun je meekijken. Ik moet het een beetje vanaf de zijkant filmen, anders is het niet te doen. Maar dit is degene die onbehandeld is. We zien daar duidelijk de tekst van mijn bedrijf. Als je goed kijkt, zie je ook het poppetje wat bij het bedrijf hoort, maar dat is wel relatief dun gelezen. Dus eigenlijk zou ik dat poppetje groter moeten maken, dan komt die er beter uit. Dit is onbehandelde leisteen. Die gaan we omruilen voor leisteen waarbij we eerst gelezen hebben en dan gelakt. Ik ga het er even neerzetten. Zodat we een goed beeld krijgen. Je ziet, het springt er eigenlijk al wat beter uit. Nog wel wel dat poppetje natuurlijk, maar dat heeft alles te maken met het feit dat die eigenlijk relatief klein is. Misschien dat ik hem in beeld kan krijgen vanaf deze kant. Ja, hier kan je hem beter zien. Zie je dat? Ook een heel fraai resultaat dus. De mooiste van ikzelf, dat is eigenlijk degene die ik van tevoren gelakt heb. Let niet op de oneffenheid in het plaatje, want dat is simpelweg hoe het plaatje gekocht wordt en hoe het plaatje eruit ziet. Eigenlijk vind ik dit de mooiste. Vanaf de zijkant weer gefilmd. Het detail springt eruit, dus hij is gelakt en daar overheen is gefreesd. Ja, en daar kun je dus opzetten wat je wilt. Je kunt zelfs, als je dat wilt, hier een foto op graveren. Niet zo makkelijk, maar het kan wel. En zo zie je dat ook met leisteen, goedkoop leisteen, ontzettende leuke dingen te maken zijn. Deze 3 onderzetters bij elkaar dus. Voor 3 een kwart van €1,22, dus zeg maar iets van 30 cent. Geen geld. Ik hoop dat je het leuk vond. Tot de volgende keer als we weer een video gaan maken. En ik denk dat dat degene wordt waarin we met het gelakte canvas gaan werken. Tot de volgende keer. Daag.